Dames en heren, goedemorgen. Ik heb begrepen dat we kunnen gaan starten. We zijn met een flink aantal deelnemers. Welkom allemaal. Geweldig dat jullie er zijn. En wij gaan proberen elkaar wat inzichten te geven in deze toch wel lastige tijden. Ik ben Paul Kieviet. Ik ga jullie eerst in een minuut of 5 tot 10 een paar inleidende dingen vertellen. En daarna komen mijn collega's William en Arjo ook aan het woord. Het is prima als jullie tussentijds vragen stellen. Dat kan via de Q&A en via de chat. Dus maak daar gebruik van als je dat prettig vindt. En dan gaan we aan het slot van de meeting gaan we ook die vragen proberen te beantwoorden. Eens even kijken. Het lijkt erop dat ik mijn scherm niet meer zelf bedien. En nu weer wel. Dus ik zal zelf door de slides heen klikken. Nou, in de eerste plaats natuurlijk de algemene omstandigheden die gewoon heel moeilijk zijn. Wij zitten met elkaar in een hele onzekere tijd. En over het algemeen vinden wij als mensen het ook heel vervelend om met onzekerheid om te gaan. Natuurlijk, voor alles wat we vanochtend tegen elkaar gaan zeggen, geldt wel dit voorbehoud. Gezondheid heeft natuurlijk onze prioriteit. Dus ook als we al heel snel over allerlei economische omstandigheden gaan praten en over allerlei praktische of misschien wel technische dingen. En natuurlijk allemaal binnen dat belangrijke kader. We hebben natuurlijk ook wel allemaal een verantwoordelijkheid in ons economische systeem. Vandaar. Daar hangt onze bestaanszekerheid ook vanaf. De gezondheidscrisis is in dat opzicht eigenlijk ook wel een economische crisis in spe. Heel concreet, en we weten het allemaal, er zijn veel winkels gesloten. Veel merken en groothandels vallen om die reden ook nagenoeg stil. En we weten ook allemaal, financieel wordt dit nog een hele spannende periode. Hier gaan klappen vallen, hier gaan verschuivingen plaatsvinden. En in een zeker opzicht kent de coronacrisis geen winnaars, maar alleen maar verliezers. En tegelijk, er komt natuurlijk ook weer een tijd na de coronacrisis. Over een maand, over een paar maanden, misschien pas over een half jaar. Ja, er gaan bedrijven failliet, er vallen ontslagen, consumentenvertrouwen daalt, we gaan dat meemaken in de komende tijd. Maar laten we ook veerkracht tonen en ons richten op die nieuwe situatie. Daarom in dit eerste corona-webinar, vervelend woord, maar zo noemen we het dan toch maar even. Wat zien we nou precies gebeuren? Kunnen we al wat zeggen over online gedrag op basis van data? En hoe nu verder? Dat lijkt ons een aardige start. Maar eerst even wat reflectie. Nog eventjes een beetje uitzoomen en kijken naar wat we zien. Het is misschien wel een beetje vroeg om echt grote lijnen te zien. En toch is het niet onredelijk om te denken dat corona ook de retail blijvend zal veranderen. Er worden in deze periode toch onmiskenbaar ook zaken blootgelegd die weer nieuwe inzichten opleveren. En dan stel ik zomaar eens een paar vragen. In de eerste plaats lijkt het waarschijnlijk dat mensen economisch gezien voorzichtiger worden. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat het consumentisme misschien wat gaat afnemen. En mensen gaan misschien meer kijken naar wat ze echt belangrijk vinden. Dus de vraag die je zou kunnen stellen is, misschien komt er nog meer een gerichtheid op duurzaamheid voor in de plaats. Betere spullen kopen, minder afval produceren en artikelen met een langere levensduur wellicht. Een tweede vraag, zomaar even vooraf in zijn algemeenheid. Lijken veel merken en retailers niet te veel op elkaar? Stel de vraag eens, wie voegt er echt essentiële waarde toe? Hebben wij wel echt gewerkt aan een relatie met onze klanten, die ons nu een warm hart
toedragen, ook in deze tijd. Gaan ook in e-commerce dit soort klassieke waarden weer een grotere rol spelen? Ik heb geen antwoord, ik stel alleen een vraag. In de derde plaats, zijn wij in onze open economieën niet veel te verweven met elkaar? Hebben we ons niet te afhankelijk gemaakt van een paar hele grote afzetkanalen? Misschien zou je kunnen zeggen, met een beetje grote woorden wellicht, is de dictatuur van een paar grote online marketplaces niet heel paradoxaal ten opzichte van het democratische en vrije internet, waar ook plaats is voor iedereen en voor de kleintjes. Een volgende vraag. In Europa is in zekere zin nog maar 14% van de consumentenbestedingen online. En in deze tijd leren wij natuurlijk met elkaar razendsnel om digitaal samen te werken. Gaat corona aan online sales een blijvende boost geven? Verder ten koste van de winkelstraat. En een vijfde vraag. Wij hebben de afgelopen jaren ontwikkelingen gezien die heel veel kennis vereisen. Denk aan je platformstrategie. Denk aan mogelijkheden van artificial intelligence. En ga maar door. Is het nu niet bij uitstek de tijd om te werken aan je kennis? Om hier echt voortgang in te boeken? Nou, dat zijn hoogover natuurlijk best wel wat vragen waarop we zouden kunnen reflecteren met elkaar. En ik hoop ook dat we die discussie kunnen voeren. Dat we elkaar daarin kunnen inspireren. We gaan dat wat concreter maken. En proberen te kijken hoe we ook verder komen. Ik geef eerst een paar suggesties voor de manier waarop we verder kunnen komen met deze uitdagende tijden. En daarna zullen mijn collega's aan de hand van data en trends daar ook een wat feitelijke basis onder gaan leggen. Maar eerst wat suggesties. Op de kortere termijn lijkt het wijs om qua communicatie zo transparant mogelijk te opereren. Wees superhelder over wat je kunt leveren, wat je kan waarmaken. Hele duidelijke FAQ's, afgestemd op de corona-omstandigheden, over levertijden. Ga met een videochat aan de slag, zo snel mogelijk. En maximaliseer de kwaliteit en de efficiëntie van je klantenservice. In de tweede plaats, als wij op korte termijn zien dat winkels dichtgaan en dat ook voor fabrikanten en groothandels daardoor in de keten de zaak stil komt te liggen, zullen we toch online een stuk moeten zien te redden. Denk daarover na. Hoe gaan we dat doen? Passen kortingen daarbij of juist niet? En denk ook na over het volgende. Als we online een piek zien, is dat nou tijdelijk? In sommige sectoren, zeker denk aan apparatuur om thuis te werken, medicijnen, levensmiddelen, bouwmaterialen, woon- en keukenaccessoires, die boosten allemaal enorm. Maar hoe kunnen we blijvend voordeel halen uit een piek die we nu online zien en hoe maken we daar weer vaste klanten van? En hoe zetten we dat om in retentie? In de derde plaats, een suggestie. Als mensen weer naar buiten mogen, plat gezegd, als ze weer wat positieve signalen krijgen, dan willen ze waarschijnlijk toch ook hun positieve gevoel, hun geluksgevoel, weer wat stimuleren. Nou, hoe gaan we daarop anticiperen? Kortom, wat doen we als mensen weer klaar zijn om te kopen? Hebben we dan leuke campagnes? Hebben we leuke acties voorbereid? En kunnen we daarin samenwerken met andere aanbieders? Het is nu de tijd om daarover na te denken. Ten vierde, ook een suggestie vooraf, denk wel aan je reputatie. Gebruik de coronacrisis niet te opzichtig voor commercieel gewin. Dat kan averechts werken. Er zijn voorbeelden van te zien online waarin bedrijven van deze omstandigheden natuurlijk misbruik maken. En sommigen doen dat op een hele expliciete en asociale manier. En anderen doen dat op een hele subtiele manier. Doe dat niet. Doe dat niet. Ten vijfde, ook nu geldt gewoon, analyses zijn de basis voor de toekomst.
Laten we data analyseren, laten we opnieuw kijken naar je klantenbestand. Kwalificeer dat klantenbestand, breng associaties in kaart, breng een loyaliteitswaardering in kaart en zorg dat je echt diepgaande kennis ontwikkelt van je klanten. Dat is nu het moment. In de zesde plaats de suggestie om eventuele rustige momenten, die er misschien nu nog niet zijn, maar er misschien nog wel gaan aankomen of voor collega's of medewerkers van je aan gaan komen. Denk na in dat soort momenten over de IT en de data en marketing tools die je inzet. Breng dat in kaart, maak scenario's voor de toekomst en kijk hoe dat je straks sterker uit deze periode komt en voorbereid bent op het nieuwe speelveld. In de zevende plaats, en eigenlijk al genoemd, het is natuurlijk ook een hele mooie tijd om te werken aan jezelf. Aan kennis, aan inzichten. Ga aan de slag met boeken, met video learning, met webinars. Zorg dat je jezelf ontwikkelt, want dat is natuurlijk een ontzettend goede investering die nooit tegenvalt. Wij gaan vervolgen na deze introducerende woorden met data. En we gaan kijken naar de trends die we al kunnen zien in de shops van onze klanten. Wat zien we nou precies gebeuren in de afgelopen dagen, in de afgelopen weken? En daarvoor geef ik het woord aan William. Goeiedag. Hallo allemaal. Als het goed is, kan ik nu de zaken bedienen. Ik hoop dat iedereen mij goed kan verstaan, anders dan hoor ik het vanzelf. Nou, data en trends. Dank Paul in ieder geval voor het inleidende verhaal. Als we even gaan kijken naar wat zien we eigenlijk ontstaan, hebben we gekeken naar de afgelopen periode bij belangrijk of een groot deel van onze klanten. En hebben we echt gekeken of wij in over al die klanten heen, zeg maar, wat trends kunnen ontdekken. Ik krijg een melding dat ik heel slecht te horen ben. Dan ga ik even wat anders proberen. Even zo doen. Gaat dit beter? Ja, nou, ik zie dat het beter gaat, dus dan gaan we even zo verder. Om even als eerste te zien, we hebben natuurlijk een aantal belangrijke evenementen gehad in de media ook afgelopen tijd. Waarin er dus best wel wat gebeurt. Dat gaan we nu dus even zien. Dit is een ontwikkeling van de conversieratio over een dertigtal van onze klanten. Wat zien we hier? Eerste besmetting, coronamaatregelen worden aangekondigd in Nederland. En je ziet eigenlijk de lijn die je ziet lopen is de conversieratio. Daar zie je al gelijk zeg maar een opvallende ontwikkeling in. Na de eerste besmetting verandert er niet heel veel in het online gedrag. Na de eerste of verschillende coronamaatregelen zie je wel ander gedrag ontstaan. De laatste periode zie je eigenlijk ontstaan dat de conversieratio omhoog schiet. Als we dan even verder kijken naar hoe ziet dat in de andere cijfers eruit? Ik denk dat de meesten van jullie dat natuurlijk ook wel gezien hebben bij jullie eigen statistieken. De sessieduur is zeker na aankondigingen van diverse maatregelen natuurlijk vanuit de overheid best wel naar beneden gegaan. Vooral ook in de periode na zeg maar eerste afkondigingen dat... rond 15 maart zag je een flinke dip ontstaan. En die dip hield dan ook wel 1 of 2 dagen aan.
Maar je ziet daarin, daartegenover, zie je wel de afgelopen tijd dat de online conversie, zeg maar, omhoog aan het schieten is. Dus met wat minder verkeer, zeg maar, wordt wel meer conversie gehaald over de hele linie. Orderwaardes staan daarbij wel wat meer onder druk, waardoor de opbrengst dan wat meer gedempt wordt. Nou, als we dat dan even verder vertalen, wat hebben we gezien over die 30 klanten heen qua gemiddeldes? Nou, wat ik net al zei, de sessieduur of de sessies nemen dus wat af. Er komt minder bezoek op de shops. Ligt een beetje gemiddeld rond de 18%. Zie je wel wat spreiding in. Hè? Want het zijn dus klanten waar wel wat diverse zaken te zien zijn. Qua branches waar we nu naar kijken is heel breed. Hè? Dus onze klanten zitten voornamelijk natuurlijk in fashion, wonen, lifestyle. Maar ook bijvoorbeeld klanten in sport en in bouw. Dus we hebben nu echt naar een breed overzicht gekeken. Ik kom hierna daar wel even op in, zeg maar, hoe dat voor de onderliggende segmenten of branches iets verschilt. Als we kijken naar opbrengsten, nou die zitten dus, conversieratio zie je flink stijgen, wordt natuurlijk qua opbrengsten wat gedrukt, omdat het verkeer natuurlijk afneemt en de gemiddelde orderwaardes nemen wat af. Als we dan even kijken naar een aantal belangrijke segmenten in onze klantengroep, dat is zowel fashion als lifestyle en wonen. Bij fashion zie je dat de orderwaardes nog redelijk op niveau blijven. Zeker bij de wat meer, noem het even de basic producten. Hè? Dus van ondergoed tot basic tops, t-shirts, et cetera, wordt met een wat lagere orderwaarde natuurlijk nog wel goed verkocht. Als je kijkt naar verkeersdaling, is een beetje in lijn met het gemiddelde, hè? Dus rond de 20%. Conversie laat nog wel wat groei zien, waardoor de opbrengst terecht groeit. Nou, bij lifestyle en wonen is die trend echt wel wat anders. Daar zie je wel dat het verkeer nog iets achterblijft, maar wel gewoon sterke groei in conversie te zien is. Orderwaardes zijn daar ook wel gedaald. Maar door die grote conversiegroei bij best wel een aantal van onze klanten, zie je dat de opbrengst dus behoorlijk aan het groeien is eigenlijk de laatste tijd. Oftewel, er zijn best wel wat kansen, zeker in die markt, om goed je opbrengst op peil te houden. We hebben nog even ingezoomd natuurlijk op een aantal verschillende productcategorieën eigenlijk die we in de analytics data natuurlijk bij de meeste ook meten en terugzien. Zie je eigenlijk een beetje dezelfde trend ontstaan. Hè? Dus lifestyle, wonen, categorieën, dus van producten in kook eet segment, producten in huisinrichting, wonen, meer lifestyle gerelateerde producten, tuin artikelen. Die hoek zie je best wel flinke groei in productopbrengsten en ook maar wel meer groei in aantallen, wat natuurlijk in lijn is met die gemiddelde orderwaardes die terugkwamen in die vorige overzichten. Dus er worden natuurlijk meer producten gekocht met een wat goedkopere producten worden gekocht. We hebben ook nog gekeken naar wat klanten van ons in de bouw en gereedschappen segmenten, zeg maar. Nou, dat hoor je natuurlijk ook wel in de media. Er zit gigantische groei op sommige punten. We zien daar aantallen van dat ze richting 200% meer groei gaan in productopbrengst. Koffers en tassen, artikelen, portemonnees, dat soort zaken staan natuurlijk wat meer onder druk in deze tijd. Dus daar zien we vooral in de B2C zien we daar flinke dalingen ontstaan wel van 40-50%. Als we dan als laatste naar fashion kijken, daar zien we ook wel wisselende resultaten. Dat is een breed binnen onze klanten. De ene groeit flink door, de andere laat best wel wat daling zien. Vooral op de wat duurdere kledingartikelen zie je dat terug. Hè? Natuurlijk de overhemden, de wat duurdere jurkjes, dat soort segmenten bij schoenen.
zie je dan natuurlijk terug bij de laarzen die wat achterblijven. De sneakers die nog wel tot bepaalde prijzen nog wel gewoon goed draaien. Nou, dat zijn wel cijfers die je bij meerdere klanten terug ziet komen in deze tijd. Verder bij mannenkleding bijvoorbeeld of mannenschoenen is het weer heel divers. Er worden ook de wat goedkopere producten gemiddeld genomen nog goed verkocht. De duurdere weer wat minder. Als we dan verder kijken naar wat zien we bijvoorbeeld in Google Trends. Nou, dat is een goede om voor iedereen eigenlijk om gewoon eens ook doorheen te gaan. Tik je bedrijfsnaam in met corona, met COVID-19. Zie wat er naar voren komt aan gerelateerde zoekwoorden. Maar ook je search console is een goede bron daarvoor. Zie waar mensen op zoeken. Zoals het ook was bij Google, kwam daar zelf mee. Normaal is veruit populair zoekwoord in Nederland het weer. Wordt nu verder overstijgd door corona en COVID-19. Mensen zijn ermee bezig. Gebruik het in alle combinaties met je merken, met je bedrijf. Je wordt er veel op gevonden, dus hou daar rekening mee. Collega Arjo zal daar wel in de volgende gedeelte wat verder op ingaan. Zoekwoorden plus online. Zien we ook grotere stijgingen. Dus mensen verplaatsen hun gedrag wat meer dat ze naar de winkel gaan voor bepaalde artikelen. Nou, kunnen we dit ook online bestellen? Zijn die dingen ook online te kopen? Zie je eigenlijk in de volgende, online kopen of alles daarom trend wordt steeds populairder. Is ook een logisch gevolg natuurlijk als je gaat zeggen, of als je gaat zien dat mensen meer thuis zijn. Toch bepaalde producten willen hebben. Dus dan moeten ze, of zijn ze meer gericht om het online te gaan kopen. Zoals Paul heeft gezegd, zal straks aan het eind zullen we even terugkomen op een aantal vragen die gesteld zijn. En dan wil ik voor nu even het woord geven aan collega Arjo, die verder in zal gaan op een aantal tips, stappen die je kan nemen. Oké, bedankt William voor de overdracht. Ik ga heel even het scherm nu overnemen. Even kijken of het goed is gegaan en ik hoor graag ook of dat ik goed verstaanbaar ben. Ik ga even wat verder in op welke stappen je kunt nemen om toch op de huidige situatie te anticiperen. Paul liet het ook al terugkomen in het begin. Duidelijke communicatie is op dit moment gewoon heel belangrijk. Laat zien hoe je als organisatie omgaat met het coronavirus. William gaf het aan vanuit de Google Trends. Mensen zoeken daarna in combinatie met de bedrijfsnaam. In wisselende zoekopdrachten. Zorg er in ieder geval voor dat je op je eigen website er een losse pagina voor hebt ingericht. Zodat je daarmee naar voren gaat komen in de zoekresultaten. En verwijs ernaar op verschillende posities in de website. Zodat mensen duidelijk geïnformeerd worden. Een ander punt, in sommige gevallen zijn de winkels nog steeds open. Laat dat ook duidelijk terugkomen op je website. Het kan een stukje vertrouwen geven aan mensen. Ook bij afwijkende openingstijden. Communicatie daarover is gewoon heel belangrijk. Wat we ook zien is dat klantcontact op dit moment gewoon heel belangrijk is. Laat zien dat je meedenkt met de klant. Klanten die waarderen dat, je komt op het netvlies bij de klanten, je werkt daarmee gewoon aan een betere band met de klanten en ook in een latere fase, ook eventueel als de crisis straks weer voorbij is, dan kan dat uiteindelijk meehelpen aan de loyaliteit van de klanten, want dan denken ze, in deze periode hebben ze meegedacht, ze hebben meegewerkt, we zijn vertrouwd bij deze partij. We zien natuurlijk ook best wel wat wisselingen in voorwaarden op dit moment. Omdat bijvoorbeeld levertijd in sommige gevallen wat lastig kan zijn. Partijen passen verzendkosten aan. Er spelen zaken rondom retourvoorwaarden. Let daarbij op dat je op je website alle USP's daarop aanpast. Alle communicatie daaromheen aanpast. Verwerk het in je mails. Verwerk het op andere online uitingen. Zorg ervoor
dat eigenlijk je boodschap over al je kanalen hetzelfde is, zodat je in ieder geval een stukje twijfel bij de consument wegneemt. En ook in kan spelen op bepaalde angst die een consument kan hebben. Waardoor ze hopelijk het vertrouwen hebben om wel een aankoop te gaan doen. Hier hebben we even een aantal voorbeelden verzameld wat we voorbij zagen komen. Nou, HEMA is dus een voorbeeld die dus laat zien dat de winkels nog open zijn. Bol.com die heeft aangepaste bezorgservices omdat ze rondom de levering zaken hebben moeten aanpassen. Hebben zelfs een hele FAQ over ingericht. En ZUS is een voorbeeld waar ze aangeven van er zijn klanten die twijfelen over retourneren in de huidige periode. Ze spelen erop in door te benoemen dat ze mee gaan denken op het moment dat de situatie eventueel verandert. H&M is een voorbeeld die dus tijdelijk gratis verzending levert. Communiceren daar heel duidelijk over. Komt ook terug eigenlijk op alle pagina's op het moment dat je de shop bezoekt. Kijk ook in hoeverre dat op je eigen webshop is door te voeren. Sommige klanten hebben daar bestaande functionaliteiten voor, andere niet. Over het algemeen is daar met een relatief creatieve oplossing snel iets van te maken. Ander aspect waarmee aan de slag kan worden gegaan, is gewoon een aantal diensten aanpassen. Ik noemde het net al, we zien verschillende partijen die nu gratis verzending gaan leveren, zodat mensen toch sneller iets willen gaan bestellen. Er wordt toch vergeleken wat de voorwaarden zijn tussen verschillende partijen. Een andere belangrijke, stond gisteren ook een bericht over van Thuiswinkel en op Twinkel, is om het retourtermijn te verlengen. Veel klanten hebben daar twijfel bij, hoe dat ze daar nu mee om moeten gaan. H&M die heeft hem verlengd naar 100 dagen. Thuiswinkel gaf aan, verleng het naar minimaal 30 dagen. Denk erover na en kijk hoe dat toe te passen is. Ook belangrijk om met advies op afstand aan de slag te gaan. Paul die benoemde het ook al even. Een hele simpele stap is om een chatoplossing toe te voegen aan de website, waarmee je heel snel klantvragen kunt beantwoorden. We zien binnen verschillende chatoplossingen dat er ook makkelijk een koppeling mogelijk is met verschillende oplossingen om met video de klanten begeleiden. Valt ook weer op verschillende manieren toe te passen. Je kunt denken aan een stukje personal shopping, waarmee je wellicht producten kunt laten zien of eventueel door een winkel kan lopen om de klant te helpen. Maar het kan ook gewoon een iets persoonlijker advies zijn om de klant verder te helpen of vragen te beantwoorden. En daarnaast ook kijken wat de mogelijkheden zijn om ook gewoon de klant telefonisch te woord te staan. Een stukje persoonlijke aandacht wordt door heel veel klanten gewoon gewaardeerd. Een laatste punt wat we hier willen benoemen is pay per link. Vanuit de verschillende systemen, onder andere Magento, maar ook onze eigen tabletop oplossing, is het mogelijk om in de backend een order te plaatsen. Die order kan bijvoorbeeld plaatsvinden vanuit het advies op afstand. En daarin zijn mogelijkheden om vanuit die order de klant een mailtje te sturen, waar de klant eigenlijk alleen nog een betaling hoeft uit te voeren en daarmee snel een order kan worden afgehandeld. En daarna kan die order eigenlijk gewoon mee in het normale proces wat wordt gehanteerd voor de verzending. Als we dan ook even verder kijken naar een aantal marketingmogelijkheden in deze periode. Paul benoemde het al eerder. Kijk goed naar het gedrag van de bezoeker. Het gedrag van de klant verandert op dit moment online. Ze zijn gerichter op online aankopen. Hoe is je website daarop ingericht? Sluit het qua communicatie aan? Sluit het qua flow aan? In hoeverre zijn er stappen te maken om de klantreis uiteindelijk te verbeteren? Ook het online zoekgedrag verandert. Vanuit Google Trends werd heel duidelijk, er wordt veel meer gezocht op online kopen. Afgelopen periode was het juist een beweging om dat wat minder terug te laten komen, om meer te focussen om de vraag van de bezoeker te beantwoorden. Je ziet het nu toch heel sterk toegenomen. Kijk in hoeverre dat in je content te verwerken is, zodat je qua zoekopdracht beter aansluit.
Ook binnen Google Ads zien we bij verschillende klanten kansen om daarop in te spelen. Belangrijk om daarbij te kijken van, ja, wat is het zoekgedrag, waar zoeken ze op, wat zijn onze goed presterende productgroepen. Door daar gericht op aan te sturen kun je aan de ene kant kosten besparen en kun je aan de andere kant ook meer opbrengst binnenhalen. Ook een belangrijk communicatiemiddel in deze periode is e-mailmarketing. We zien heel veel verschillende nieuwsbrieven voorbij komen. Goede voorbeelden, ook wat minder goede voorbeelden. Denk na hoe dat je je klanten kan benaderen. Eventueel loyale klanten kan belonen. Op het moment dat ze een bestelling hebben geplaatst door een tegoedbon te geven voor bijvoorbeeld een volgende bestelling. En werk daarmee aan een stukje klantbinding, zodat ze ook in de periode na corona aan je blijven denken en weer terugkomen. Een goede optie daarin is, indien je de mogelijkheid hebt met je e-mailmarketingpakket, om te testen met titels en content. Door hiermee te spelen kun je in eerste instantie kijken van, oké, welke titel bij dit onderwerp slaat het meeste aan? Welke content kan ik nu het beste presenteren in de mailing? En na een bepaald percentage kan daarna de rest van de mailing naar de volledige groep worden verstuurd. En wat we ook heel veel zien bij verschillende klanten is dat je goed kan kijken van, hey, hoe kan ik campagnematig inspelen op de crisis? Kun je doen via e-mailmarketing? Kun je op je website zelf terug laten komen? Kun je combineren met je social kanalen? Denk hierbij aan, maak het gezellig in huis. Maak eindelijk de klus af die je nog steeds hebt liggen. Geef complimentjes. Ga voor een thuisworkout. Er zijn ook klanten die in deze periode een kleine donatie doen op basis van iedere bestelling die wordt geplaatst. Belangrijk daarbij is om weer via alle kanalen met je klanten te blijven communiceren en daarin duidelijk en helder te zijn naar je klanten. Nog enkele voorbeelden. Een heel leuk voorbeeld van Zus die veel artikelen of een aantal artikelen heeft in de vorm van complimentjes. Zeker in deze periode gewoon heel fijn om dat naar mensen te sturen die bijvoorbeeld in de zorgsector werken. Spelen daar heel slim op in en hebben daar een campagne op opgezet wat ze ook op de website terug laten komen en in de social kanalen. Een ander leuk voorbeeld van de klant No Fruit. Die zijn heel slim, hebben die ingespeeld op het moment dat de kinderen thuis moesten blijven. Hebben een campagne bedacht waarmee de kinderen thuis aan de slag kunnen gaan met het ontwerpen van een kussen. En dat ontwerp dan eventueel weer online kunnen bestellen. Er zijn ook klanten die op dit moment wat minder marketing inzet hebben of kunnen hanteren. Kan het ook zijn dat daardoor minder werk is. Dan zijn er ook verschillende zaken waarmee je aan de slag kan gaan. In ieder geval is het belangrijk om wel het klantcontact te behouden. Dus deel bepaalde updates via de website, mail en de social kanalen. Vaak liggen er bij klanten verschillende werkzaamheden rondom het bijwerken van de content, het optimaliseren van de content voor online. Er zijn klanten die voornemens zijn om bijvoorbeeld een extra taal te lanceren. Het is wel een periode waarbij je met content aan de slag kan gaan. Werk aan je kennis, Paul gaf het ook al aan. Je kunt verschillende online cursussen gaan volgen. Er zijn heel veel blogs die zijn te lezen. Eventueel kun je, als je wat meer echte marketeer bent met Google-certificaten, aan de slag gaan om in ieder geval je kennis verder te verhogen. Informeer ook bij ons, mocht je daarin wat adviezen willen hebben. Ook wat bij Paul terugkwam is, ja, denk gewoon goed na over de inzet van je marketingkanalen, ook richting de toekomst. Er zijn heel veel tools in de markt waar je op dit moment eens wat verder in kunt gaan duiken, zodat je straks gewoon goed voorbereid weer verder kan gaan. Mocht je vanuit verschillende cursussen of blogs zelf een bepaald kennisniveau hebben verhoogd, kun je ook gaan kijken van, ja, kan ik nu zelf ook verschillende optimalisaties uitvoeren in mijn marketingkanalen in de tussenperiode, zonder dat ik daar een externe partij voor hoef in te schakelen. En ook een hele belangrijke, denk ook na op het moment dat de prestaties verbeteren en je denkt van, hey, nu is voor mij weer het moment om met bepaalde campagnes aan de slag te gaan.
werk ze uit, maar zorg daarbij dat je onderscheidend kan gaan zijn. Op het moment dat het straks weer beter gaat, er gaan heel veel partijen gaan tegelijk met verschillende campagnes aan de slag. Ja, probeer daarbij uniek te zijn, zodat je inderdaad je klant daarmee kunt gaan overtuigen. Belangrijke boodschap, zorg dat je klaar staat als het straks weer beter gaat. Dan geef ik het woord nu over aan Ilona. Ja, dank allemaal. We zijn aan het einde gekomen van deze webinar. Later vandaag ontvangen jullie de opname en de sheets van deze webinar. En we hebben natuurlijk nog een aantal webinars gepland staan. Use testing volgende week, SEO content de week erop. We zijn ook voornemens om wat Magento en BIM webinars te gaan hosten. Hebben jullie nog suggesties voor onderwerpen, dan horen we die uiteraard heel graag. Die kan je sturen naar info@xaris.nl. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor deelname en graag tot volgende week. Dank Ilona. Ik zag dat we nog wat vragen hadden in de Q&A. Volgens mij kwamen die bij mijn verhaal, dus ik denk, ik pak het woord maar even over. Naar welke branche kijken we nu? Ja, dat heb ik eigenlijk deels al wel meegegeven. Dat heb ik deels meegegeven dat dat enerzijds natuurlijk een generiek beeld was over meerdere branches heen, zeg maar, om te kijken of we een algemene trend hebben kunnen zien. Anderzijds hebben we even stilgestaan natuurlijk bij de specifieke branches die bij ons het meeste voorkomen. Als er nog meer informatie behoefte is op dat gebied, kan je altijd met mij of Arjo erover contact opnemen om nog wat meer inzichten erover te krijgen. Ik hoop dat dat in ieder geval even kort duidelijk is. Andere vragen, zien jullie veel verschil tussen B2B en B2C? We hebben vooral even stilgestaan bij B2C in eerste instantie, omdat we natuurlijk wilden zien wat het gedrag of gedragsverandering is bij de eindconsument of in de B2C op de shop komt. In B2B, wat we daar vooral horen, denk ik, en wat voor jullie niet vreemd te horen zal zijn, is wat we bij meerdere klanten terug horen, is dat het vooral lastig is, natuurlijk als grote B2B klanten een winkel sluiten of minder af gaan nemen. Dan zie je daar wat meer druk ontstaan, vooral in eigenlijk een brede segment, dus alle categorieën. Dat was even zover de twee vragen die ik zag. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn, anders dan geef ik het woord weer terug aan Ilona, denk ik. Of dan zijn we klaar. Volgens mij waren dat alle vragen, dus bedankt William voor het beantwoorden hiervan. En hou onze website ook in de gaten voor de webinar agenda. En we houden jullie ook per mail op de hoogte. Dus hartelijk dank en tot volgende week.